Peter van Booksy. Ja. Welkom hier op mijn kantoor in Utrecht. Ja. Die had je ook om de hoek, had ik begrepen. Ja, vlakbij. Iets verderop in de straat. Ja. Nou, dat is een mooie tijdwedstrijd. Ja. Jij bent een van de founders van Booksy. Klopt. Vertel. Ja, we zijn met z'n tweeën. Peter Knol en Robin Reijnen, dat is mijn compagnon. En een paar jaar geleden gestart, ik denk 2014, met het idee. Ja, hoe begint dat? In de kroeg meestal. Wat brainstormen en wat babbelen over boeken, over bibliotheken. Over dat er overal verschrikkelijk veel boeken in de kast staan die je wel hoogstwaarschijnlijk wel mag lenen. Maar dat je gewoon niet weet wie wat heeft. En of het niet handig zou zijn als je dat inzichtelijk kon maken. Nou ja, zo zijn we begonnen. Een beetje gaan uitzoeken hoe dat dan in de praktijk zou kunnen. Nou ja, bol.com heeft een open API waar je ISBN-codes naartoe kunt sturen. En dan krijg je alle boekdata terug. Met de camera van de telefoon kun je makkelijk een ISBN-code scannen. Dus met die informatie hadden we binnen een paar maanden een demo-versie laten bouwen in India. En dat gaf ons zoveel hoop en enthousiasme dat we dachten, nou, volgens mij is dit wel iets waar we wat mee kunnen. Want er weer heel goed Booksy is een app. En een community, ja. Waarmee je dus jouw boeken in de kast, nou ik heb hier nog wat staan, hier nog meer, kunt inscannen. En vervolgens kun je die delen met anderen, zowel in een openbare groep of een besloten groep. Ja, dat klopt helemaal. Ja, dus het is zowel die online component, dus de app om te faciliteren, om inzichtelijk te maken wie welke boeken heeft. Maar uiteindelijk gaat het om fysieke boeken en om mensen die elkaar ontmoeten. En, ja, dat proces willen we faciliteren. Dus bij vrienden in de kast kijken, bij collega's in de kast kijken, welke boeken heb je en kun je die dan morgen voor me meenemen, want die wil ik graag lezen. Maar even terug aan het begin, je zei je ging brainstormen en filosoferen over boeken en bibliotheken. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kom je daarbij? Robin heeft achtergrond in sociale geografie, dus die denkt na over plekken en economische voorwaarden om ergens te kunnen gedijen. En zodoende kregen we het over bibliotheken en zei hij van, ik snap niet dat die jongens nog bestaan, want dat kan toch allemaal veel handiger. Ik heb zelf een achtergrond in informatiekunde, dus IT, met name online, innovatie. Dus ik ging met dat idee aan de haal en dacht van ja, volgens mij kunnen we daar heel eenvoudig een app voor maken om eens te proberen of dat inderdaad werkt. Ja. Dus zo is dat ontstaan met het idee van laten we eens een demo maken, laten we eens kijken of we hier een applicatie van kunnen maken. Die doet wat wij willen, namelijk gewoon een boekenlijst maken en dat kunnen delen met vrienden. En volgens laat je die in India programmeren. Hoe kom je daarbij en hoe werkt dat en ook ja, hoe het om, omdat het, we hebben alle twee een fulltime business en we hadden bedacht, dit moeten we niet... Wat doen jullie verder? Robin heeft een soort incubator in Eindhoven, Wonderlab heet dat. En ik heb een bedrijf dat levert kleding aan studie- en studentenverenigingen, Indigo Student. Dus dat is onze side business waar we van leven. En 2 jaar geleden hadden we iets van, ja, dit moet niet te veel tijd en geld kosten. Dus dan ga je naar Odesk, hebben wij het dan gedaan. Dat is zo'n platform waarin je allerlei mensen kunt inhuren. Dus dan geef je een beschrijving van wat je gebouwd wil hebben met wat designs daarbij. En dan krijg je een paar weken later al terug van, nou, dit is de app die we hebben gebouwd. We zijn begonnen op Android. En toen hadden we iets wat gewoon werkte. Dus je kon een ISBN scannen, je kon vrienden worden met elkaar. En je kon een leenverzoek doen waar iemand anders een melding van kreeg. Ja. Dat waren de core functionaliteiten en waarmee we eigenlijk zeiden van, ja, dit is wat we in gedachten hadden. Laten we het gewoon publiceren, in de App Store zetten en kijken wat er gebeurt. Ja, en wat gebeurde er? Nou ja, we kregen heel veel positieve reacties van mensen die het gebruikten. En natuurlijk is het ja, minimum viable product zoals dat dan heet. Dus een versie die echt gewoon de minimale dingen kan. Waar we ons nog steeds een klein beetje voor schamen, om het zo maar te zeggen. Dat schijnt goed te zijn. Dat schijnt bij te horen, ja. Maar het deed wat het moest doen en mensen waren daar heel enthousiast over. Dus dachten, oké, als dit zo leuk is, laten we dan ook de iOS-versie gaan maken. En toen hebben we in juni 2015, dus dat is 1,5 jaar geleden, hebben we de Android en de iOS-versie officieel gelanceerd. Ronald Gippard erbij, een launch party gehouden. En hebben gezegd, oké, dit is nu wat het is. We zijn live op beide platformen. En we hebben toen allerlei persberichten de wereld ingestuurd en dat werd hier en daar wel echt opgepikt. In de Sprout, NRC en overal RTL Nieuws kwamen we zelfs in terecht. Kijk. Nou ja, dat zorgde voor een heleboel media-aandacht en een heleboel downloads. Die niet altijd even lang blijven plakken. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat was voor ons een goede test om gebruikers te krijgen en te kijken wat die gebruikers dan gaan doen. Want vervolgens ga je dan per maand meten met elk plukje gebruikers. Zijn deze gebruikers actiever? Blijven ze langer plakken? Delen ze meer boeken? Hebben ze meer boeken überhaupt in hun lijstje staan? En wat waren de lessen die jullie daaruit hebben getrokken? Verschillende dingen. Ten eerste dat je continu aan bugfixen blijft, wat heel veel tijd en energie kost. Maar ook dat we begonnen met het idee, je wil bij, tenminste dat was ons idee, we willen bij vrienden in de boekenkast kijken. Dus ik wil zeg maar bij Robin of bij een collega, of wil ik in de boekenkast kijken, want die zie ik morgen weer of die zie ik overmorgen weer, ja. Dus dan kan die makkelijk dat boek meenemen. Wat blijkt nou in de praktijk, dat veel gebruikers zeggen van joh, als ik bij vrienden een boek wil lenen, dan vraag ik dat gewoon. Of dan kom ik toch thuis al over de vloer, dus dan kijk ik dan al in de kast. Ik vind het juist veel interessanter om bij onbekenden in de kast te kijken. Ja. En nou ja, dat is wel echt iets wat we dankzij onze gebruikers nu heel erg aan het wijzigen zijn. Dat is echt, het zijn niet per se vrienden die elkaar kennen, maar het zijn mensen die elkaar niet kennen. Wat heeft dat dan voor consequenties? Nou, je kon in de app zat heel weinig mogelijkheid om contact met elkaar op te zoeken. Want we hadden het idee, mensen kennen elkaar toch wel. Ja. Weet je, het gaat alleen om de boekenlijstje. Ja. Maar als je een volledig open applicatie bent, dan kennen mensen elkaar niet. Dus dan moet je ook veel meer contactmogelijkheden in de app hebben. Dus dat moet dan weer gebouwd worden. Ja. Mensen kunnen veel verder bij elkaar wegwonen. Dus daar moet je over na gaan denken. Als iemand in Groningen of Maastricht woont, ja, je bent geen familie, collega, vrienden. Dan zie je elkaar niet. Dus dan moet je gaan nadenken over hoe je dat boek dan bij die ander krijgt. Ja. Dus dat zijn wel hele nieuwe inzichten, nieuwe wegen die we nu aan het verkennen zijn. Dankzij feedback van de gebruikers. Maar ook dankzij dat we gewoon wat we hadden live hebben gegooid. Met het idee van schiet er maar op. En het is nog niet af, maar hoe eerder wij weten wat we moeten doen, hoe beter dat is. En die versie waar je nu over praat, was het dan nog steeds de in India gebouwde versie? De versie waar ik... Nee, we zijn inmiddels... hebben langzaam de ontwikkeling van Nederland naar India gehaald. We zijn er zelf wat meer tijd in gaan stoppen. Een aantal dagen in de week. En op een gegeven moment hebben we gezegd, nou die backend, de achterkant van de applicatie, de database, de verbinding, de authenticatie, dat moet... Gewoon veel beter dan wat ze in India hebben gedaan. Dus daar zijn we mee begonnen. Dat helemaal opnieuw laten programmeren. En echt een professionele API. Dus dat hebben we als eerste naar Nederland gehaald. Vervolgens vonden we een Android developer. Die heeft toen de Android app overgenomen. En is daarop gaan voortborduren. En sinds vorige week hebben we een iOS developer erbij. Die nu de iOS app verder bouwt. Dus inmiddels hebben we de volledige ontwikkeling in Nederland. En niet meer in India. En dat gaat echt stukken beter. En dan is het eigenlijk boekje van het sideproject naar het hoofdproject geworden. Exact. En hoe regel je nu nog je andere business? Dat doe ik steeds minder. Gelukkig deed ik dat niet alleen. Dat doet iemand anders nu grotendeels. Ik ben wel aan het kijken hoe lang ik dat nog wil blijven doen. Of dat ik daar misschien toch van af moet of verkopen op een of andere manier. Maar de bedoeling is inderdaad om nu zo snel mogelijk fulltime boekje te gaan doen. Ja. En dat is gewoon hartstikke leuk. Dat geeft heel veel energie. En dus daar wil ik mee verder. Nou, als je kijkt naar de markt, we hebben elkaar even al vooraf gesproken. Jullie doen bijvoorbeeld ook dingen met bibliotheken. Je zou natuurlijk zeggen, bibliotheken zeggen, jongens, wacht even, maar dit is onze business, blijf met je poten er vanaf. Maar dat valt mee. Dat is inderdaad precies wat we dachten toen we begonnen. Van oké, hoe gaan uitgeverijen, bibliotheken of auteurs hierop reageren? Laat ze maar komen. Maar bibliotheken, die waren juist, na al die media-aandacht die we hadden gehad, waren bibliotheken die ons op begonnen te bellen. En die zeiden van, joh, wat jullie daar doen, dat is raast interessant. Kunnen we niet eens praten? Kunnen we niet samenwerken? En wij zeiden van, ja, hoezo dan? Nou, zij hebben hetzelfde belang. Zij willen ook gewoon dat mensen meer lezen, geletterdheid in de maatschappij bevorderen op allerlei terreinen. En bibliotheken vinden het heel moeilijk om zelf op dat gebied te innoveren. En als er dan een partij is die dat wel doet of die dit in ieder geval probeert, dan vinden zij het blijkbaar raast interessant om daarmee samen te werken. Dus we zijn gewoon met bibliotheken gaan zitten en gezegd van oké, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Kunnen we dat niet hier en daar testen? Kunnen we niet pilots gaan starten? Hoe kunnen we elkaar verder helpen? En wat konden we voor elkaar betekenen? Nou, wat we hebben gezegd, de stip op de horizon is eigenlijk als je in de bibliotheek zit en je zoekt een boek, dan moet je ook resultaten uit de wijk te zien krijgen. Dus die moeten dan van Boeksie vandaan komen. Of andersom, je zit in Boeksie, maar niemand van jouw Boeksie-vrienden heeft dat boek, maar wel de bibliotheek uit jouw wijk. Dan moet je dat ook in je lijst terug zien te krijgen. En dan kan voor een bibliotheek dus nieuwe leden opleveren. Een nieuwe doelgroep. Dat is de stip op de horizon, daar zijn we nog niet, want we moeten de catalogus aan de achterkant aan elkaar knopen, maar daar willen we wel naartoe. Tot die tijd zeggen we van joh, kijk nou eens als bibliotheek met wat er al wel is, namelijk die applicatie, groepen die je kan maken, bijvoorbeeld een bibliotheekgroep, Utrecht Zuilen bij wijze van spreken. Zoek mensen daarbij die uit jouw ledenbestand die in die wijk wonen, stop die allemaal bij elkaar in de groep, kijk of die met elkaar gaan delen, of dat de bibliotheek misschien de plek kan zijn waar je die boeken dan met elkaar uitruilt en dus zo de bibliotheek zelf een nieuwe functie kunt geven. En daarmee gewoon experimenteren, van elkaar leren. Wij leren van de bibliotheek, bibliotheken leren van elkaar. En doordat zij nu al meedoen, terwijl wij nog zo erg aan het ontwikkelen en zoeken zijn, hebben zij natuurlijk een hele stevige vinger in de pap in welke kant wij op gaan bewegen, ook met Boeksie. Ja. En proberen daar die bibliotheken zoveel mogelijk ook in te helpen om verder te komen met wat zij willen. En hoe zorgt ervoor dat je enerzijds, het is heel mooi dat je een aantal bibliotheken als partner hebt. Ja. Altijd ben ik ook nog zelf aan het zoeken. Ja. Misschien dat over een jaar blijkt dat de hele bibliotheek eigenlijk gewoon volledig waardeloos zijn voor jullie model. Zou kunnen. Hoe zorg je ervoor dat die vingerpap niet te beperkend wordt voor de eigen ontwikkeling en de zoektocht van Boeksie? Ja, een interessante vraag. Daar houden we ons natuurlijk ook wel mee bezig. Kijk, we zijn met de bibliotheek op zoek naar wat voor beide kanten waarde heeft. Maar we hebben wel gezegd, we willen op dit moment niet afhankelijk worden van de bibliotheek. Dus dat betekent dat we er niet financieel afhankelijk van zijn. We krijgen inkomsten vanuit de bibliotheken. Maar het gros van ons geld komt gewoon uit investeringen. Dus dat betekent dat als die bibliotheken af zouden vallen op een of andere manier, dat Boeksie niet meteen omvalt. Ja. En ook in wat wij doen qua ontwikkeling. We hebben een eigen roadmap. En die proberen we zoveel mogelijk te matchen met wat een bibliotheek wil. Maar we hebben wel gezegd van onze roadmap blijft wel leidend. En gelukkig zit er heel veel overlap in wat we willen en wat bibliotheken willen. Maar juist doordat die bibliotheken ook gingen experimenteren en die pilots gingen doen, toen werd wel de urgentie groter om onbekenden met elkaar te kunnen verbinden in de applicatie. Dus dat hadden we al hier en daar van gebruikers gehoord. Ja. Maar toen zeiden de bibliotheken, ja, voor ons is dit echt rete belangrijk. Ja. Dus toen is dat wel een heel stuk naar voren geschoven op de roadmap. Dus dat is een invloed die een bibliotheek dan heeft. Ja, plus zij zijn ook natuurlijk nog aan het zoeken. Dus eigenlijk kijken we ook gewoon naar elkaar. Het is niet dat zij vaststaan met een plan, jongen, dit willen wij en hier zoekende zijn. Zij zijn ook gewoon zo zoekend als dat maar zijn kan. Klopt, ja. En wat we nu met bibliotheken doen, ja, misschien kan dat ook met andere partijen. Met boekwinkels of zo, of tweedehands boekenkramen. Ja, weet ik veel. Dus we zijn ook wel aan het kijken van in hoeverre kun je mensen een plek of een profiel geven in Boeksie. Dus een bibliotheek zou eigenlijk een soort van eigen plek of groep in Boeksie moeten kunnen hebben. Maar dat zou vervolgens, als we dat gaan bouwen, denken we wel na hoe kunnen we dat zo bouwen dat daar over een jaar een boekwinkel ook wat mee kan. Of misschien een uitgeverij ook wat mee kan. Ja. Of een auteur zelf ook wat mee kan. Ja. Dus dat je breder inzet. Ja, en uiteindelijk zou ik dan kijken ook om een stukje sales te koppelen. Zowel tweedehands boeken als misschien ook inderdaad nieuwe boeken met boekwinkels. Ja. Bijvoorbeeld binnen universiteiten. Volgens mij zijn studieboeken in ieder geval de slechtste investeringen die je kan doen als student zijn. Ik heb ze allemaal na 5 jaar weggeflikkerd, als ze niks meer waard waren. Ik kan me voorstellen dat je ook bij een boek kan zeggen, weet je wat, ik heb het boek, ik heb in mijn kast hier, sorry, heb ik heel veel boeken staan. Misschien dat ik een 5e ze echt wel houden, of in ieder geval wel uit wil lenen, maar ook terug wil hebben. En de andere 80% jongens, jongens, als iemand er blij mee wordt, of neem hem gratis mee, of geef er een paar euro voor. Ja, nou ja, dat zijn hele logische vervolgstappen. Kijk, als je die boekenlijst toch al hebt, je hebt al deze boeken in Boeksie staan. Mensen lenen ze uit, maar er zit ook een knop onder van ja, je mag hem ook kopen of je mag hem ook houden voor €5. Ja, waarom niet? Ja. Als wij die fulfillment aan de achterkant gewoon regelen, het boek komt netjes bij jou, die betaling die wordt gedaan. Wij zijn een soort van intermediair. En je kan daar een kleine fee over afromen, ja, dan is dat een interessant nieuw model, absoluut. Ja. Maar we hebben wel gezegd, zo zijn er heel veel modellen. We hebben op dit moment gewoon echt focus nodig. Dus we focussen op die ontwikkeling van die applicatie in samenwerking met die bibliotheken. Daar willen we gewoon een grote stap in maken dit jaar. Ja. En dan al die andere dingen, dat komt wat verder op de tijdslijn. En hoe schaalbaar is dit model? Want ik kan me voorstellen, zeker als je kijkt naar internationaal. Ja. En je bent nu natuurlijk heel afhankelijk van de lokale partners. Uiteindelijk ga je ook met die lokale partners, zoals bijvoorbeeld de bibliotheken, ook lokale communities opzetten. Ja. Dat is natuurlijk heel mooi, maar uiteindelijk is er wel een uitdaging in. Ja, hoe krijg je het schaalbaar in de zin van om überhaupt uit de kosten en de investeringen te komen? Plus een beetje meer misschien. Ja. Nou ja, dat klopt. Kijk, we hebben nu pilots bij een stuk of 5 bibliotheken lopen. Er zijn 150 organisaties in Nederland, 900 bibliotheekvestigingen. Dus we kunnen hier in Nederland nog een heel stuk groeien. Maar er zit nu nog heel veel maatwerk in bij die bibliotheek om te zorgen dat zij een pilotgroep vinden. Dat zij 50 testgebruikers vinden die mee willen doen. Dus daarvan zijn we aan het kijken hoe kunnen we dat strakker trekken en misschien voor een deel automatiseren of online faciliteren in plaats van dat we daar zelf telkens heen moeten. Ja. Dus daar kunnen we denk ik nog veel winnen. En ook internationaal. Ja, Nederland is wel echt een boekenland. Het is na IJsland volgens mij het tweede land op de wereld qua boekenlezen. Dus daar zitten wij heel erg goed. Qua lezen of qua bezit? Qua, ja, weet ik niet. Bezit misschien. Boeken. Ja, ik trek het gemiddelde aardig omhoog volgens mij. Ja. Qua bezit dan. Ja, precies. Ja. Dus wat dat betreft zit het wel in een goed land. Maar als je het inderdaad naar het buitenland wil, ja, naar Duitsland of Amerika denk je dan snel aan. Dat vergt weer heel andere, zit een andere cultuur, dus vergt misschien weer een andere aanpak. Heb je misschien nieuwe lokale partners nodig. Ja. Dus om inderdaad een platform te bouwen waar iedereen zeg maar, zelf op kan aansluiten. Of je nou een boekwinkel bent in Italië of een bibliotheek in Amerika. Ja, daar zijn we natuurlijk nog lang niet. Ja. Maar is het wel iets wat binnen jullie ambitie zit? Of hebben jullie iets, jongens, we vinden gewoon prima in Nederland. Nederland is absoluut prima. We merken ook dat qua gebruikers heel veel mensen uit België komen. Dus misschien moeten we die twee onder één ding schuiven. Dat is voorlopig is dat absoluut prima. Ja. Laten we eerst zorgen dat we dit model werkend krijgen in Nederland. Maar mocht dat één keer werkend zijn, dan is de ambitie echt wel om ook naar het buitenland te kijken. Ja. 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 En qua financiering, je gaf aan dat jullie altijd natuurlijk ook gewoon een bedrijf naast hadden. Ja. Maar uiteindelijk heb je nu ook over het inhuren van developers Android, iOS, dus dat kost gewoon geld. Ja. Hoe regel je dat? Ja, dat kost zeker veel geld. Nou, we hebben inderdaad voor een heel groot deel dat zelf gefinancierd. Doordat we leefden van een andere business. We hebben 2 jaar geleden een hele kleine investering gehad van wat vrienden. Die zeiden van, joh, leuk idee, ga er lekker mee aan de gang. Maar afgelopen maanden zijn we ook wel echt bezig geweest met de financieringsronde. Dus we hebben gezegd, voor de komende 2 jaar hebben we €250.000 nodig. Dit en dit zijn onze plannen. We hebben al betalende klanten, dit zijn onze gebruikersaantallen. Wie doet er mee? Nou, een aantal van die bevriende ondernemers heeft gezegd, wij doen mee voor een groot bedrag. Dus we hebben nu inmiddels ruim een ton toegezegd gekregen. Ja. Dus we zitten echt op de goede weg wat dat betreft. En die laatste 1,5 ton, daar zijn we nu nog mee bezig om dat ook rond te krijgen. En dan hebben we voldoende om in ieder geval de komende 2 jaar verder te kunnen. We hebben gezegd, als het goed is, zijn we over 2 jaar op een punt waarin we... Nou ja, voor wat we dan aan het doen zijn, uit de kosten zijn. En als je dan natuurlijk weer internationaal wil of je wil hele grote nieuwe dingen doen, dan zal daar wellicht een nieuwe investeringsronde voor nodig zijn. Ja. Maar die 2,5 ton is echt bedoeld om iets te bouwen wat zichzelf kan dragen in de kosten. Maar het is wel fijn, want wat ik te vaak zie is dat er een ronde wordt gedaan en volgens een half jaar later weer stressen van ja shit, dit geld weer bijna op. Ja, dus daar zijn wij ook wel een beetje geleerd, want we zijn eigenlijk met deze investeringsronde te laat begonnen. Dus... Vandaar dat het afgelopen paar maanden wat rustiger was op boeksiegebied. Dus ja, dat moet je dan toch een keer op je bek gaan voordat je dat begrijpt. Want dat advies dat krijg je natuurlijk overal dat je dat niet te laat moet doen. Maar goed, daarom nu inderdaad ook die 2,5 ton waar we in ieder geval 2 jaar mee vooruit kunnen. En niet over een half jaar weer. Ja, het kost gewoon heel veel tijd, het kost heel veel energie. En het moet gebeuren, je moet mensen overtuigen. Dus het scherpt jezelf ook, het scherpt je businessmodel. En dat is allemaal prima. Maar uiteindelijk moet je ook gewoon aan de slag en moet je gaan bouwen en moet je gaan klanten zoeken. En, daar moet je tijd naartoe gaan. Laatste vraag. Zo, ik wil het een beetje tijd voor een nieuw biertje. Ja, klopt. Laatste vraag. Als je terugkijkt op de afgelopen jaren Booksy. Keuzes gemaakt, vast een hoop geleerd, vast een hoop dingen gedaan die je nu anders wil doen. Wat is in jouw 1 of 2 belangrijkste fouten die je hebt gemaakt waarvan jij van iedereen die nu een platform begint of iets in deze business of überhaupt gaat ondernemen, alsjeblieft doe dat niet. Behalve te laat met je financieringsronde beginnen. Ja, natuurlijk. Precies. Dat is een hele belangrijke. Te laat je financiering op orde hebben. Wat zou ik echt anders doen? Ik denk dat wat wij anders zouden doen is snelle dingen loslaten. Snelle dingen uitbesteden, minder lang zelf dingen doen. Een voorbeeld? Ik vind het zelf heel erg... Ik kan zelf een beetje programmeren. Gelukkig heb ik van het begin af aan gezegd, dat doe ik niet. Maar ik vind het ook heel leuk om te designen. En dat zeg ik de hele tijd, ben ik nog steeds vaak zelf aan het doen. En dan zit een developer die vraagt, ja, ik heb dit en dit nodig. Er is nog geen scherm voor ontworpen. Kun je dat doen? Oh ja, dat regel ik dan wel even. Nou, voor je het weet ben je weer een dag een nieuw scherm aan het designen. Hartstikke leuk. Alleen het vertraagt het proces wel enorm. Ja. Dus dat is dan een voorbeeld voor mij. Ik denk van ja, dat moet ik dus loslaten. Moet ik overdragen aan iemand die dat goed kan. Ja. En zo op veel meer gebieden. Dingen overdragen, ook op marketinggebied. Overdragen aan mensen met wie je samenwerkt. We hebben ontdekt dat heel veel mensen juist in de start-up fase, in de beginfase van je start-up, heel erg loyaal zijn. Echt wel mee willen doen. Zeker als ze geloven in het idee. En ze snappen dat je er nog geen geld voor hebt. Zeg ze van joh, vraag dingen aan mij om te doen. Dat creëert betrokkenheid, creëert loyaliteit. De userbase wordt groter, want die mensen gaan het ook weer doorgeven, gaan het verhaal weer verder vertellen. Dus het is op allerlei manieren slim om gewoon, zeker in het beginstadium, zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Ja. Ook je verhaal te vertellen, daar niet bang voor te zijn. Dus loslaten en delen. Ja, loslaten en doorgeven. Ja. Ja. Nou, dat is mooi. Nou, de gordijnen gaan hier vanzelf open. Voor mij is het een teken dat we naar huis moeten gaan. Hey, dankjewel voor het interview. Ja, succes de komende tijd. En we houden contact.